Hallo allemaal, welkom bij de Speller Reporter. Mijn naam is David en in dit filmpje ga ik jullie Juicy Fruit uitleggen. En dat mag ik doen met dank aan 99 Games die dit exemplaar daarvoor beschikbaar stelde. En in Juicy Fruit gaan de spelers fruit verzamelen. Dat doe je op dit eiland. Aan de ene kant wil je meer plaats gaan maken op het eiland, zodat je meer fruit kan gaan verzamelen in je beurt. Aan de andere kant moet je hier ook juist weer ondernemingen gaan bouwen, want die gaan je punten opleveren. En natuurlijk, wie de meeste punten heeft aan het einde van het spel, die is de winnaar. Het is een vrij eenvoudig, maar leuk puzzelspelletje. Laten we maar snel gaan kijken hoe die gaat. Elke speler krijgt een spelersbord en die is voor alle spelers hetzelfde. Tijdens het spel ben je ook alleen maar op je eigen bordje bezig. Je bent niet bezig met wat anderen aan het doen zijn. Behalve dat je natuurlijk wel kan zien wie welk fruit heeft, dus wat die misschien van plan is. Maar wat je allemaal op je eigen eilandje doet, daar hebben je medespelers geen invloed op. De achterkant van deze borden kan je gebruiken voor 4 verschillende solo-modussen, van makkelijk tot heel moeilijk. Maar dat heb ik nog niet uitgeprobeerd, dus in dit filmpje houden we het puur even bij de versie 2 tot en met 4 spelers die tegen elkaar gaan spelen en proberen de meeste punten te pakken. En dat kan je op 2 manieren spelen. Je kan het zonder de sapfabriek spelen en je kan het met de sapfabriek spelen. En dan ga je hierboven ook schijfjes verplaatsen. Voor het eerste potje of paar potjes wordt geadviseerd om het alleen maar met dit te spelen. Maar eigenlijk is dit vrij eenvoudig, recht toe recht aan. En een handige manier om je extra fruit in te leveren voor punten. Dus wat mij betreft speel je het gewoon gelijk met de sapfabriek erbij. In dat geval zet je 2 van je 3 scoresteentjes zet je op die sapfabriek. En je andere scoremarker, die is natuurlijk voor op het scorespoor, beginnende allemaal bij 0. Hier heb je een bord, daar komen ondernemingen op te liggen. Die kan je kopen tijdens het spel en die gaan je de punten opleveren. En daaronder liggen ook nog ijsjes die je kan maken en een milkshake. Kom ik straks nog even bij. Hier rechts hebben we een spoor, het licentiespoor. Afhankelijk van het aantal spelers zet je daar deze zwarte marker bij. Voor 2 spelers zet je hem op nummertje 7. Elke keer als je hier een tegeltje vandaan haalt of als een van de ijsjes opgaan, gaat deze eentje naar beneden. En komt hij op de 0, dan is het spelletje afgelopen. Dus we hebben geen vast aantal rondes wat je speelt, maar hoe vaker hier wat weggekocht wordt, hoe eerder het spelletje afgelopen is. Elke speler krijgt een aanzichtkaart en de startspeler die moet even zijn aanzichtkaart omdraaien. Dan kan je zien dat die speler de startspeler is. Want als deze marker op de 0 komt, maken we de ronde af en dan weten we zeker dat iedereen evenveel beurten gehad heeft. En dan kan je dus precies zien wie ook alweer de startspeler was aan het begin van het spelletje. We beginnen niet met een leeg eiland, maar er komen al tegeltjes op te liggen aan de buitenkant. Dat zijn deze tegeltjes en die kan je eigenlijk onderverdelen in 2 types. Je hebt de tegeltjes met een groene achterkant, het bootje op de achterkant. Die gebruik je in principe voor het solospel, maar ook om de stapel te splitsen in 2. Want je hebt 1 zak waar je al die groene bootjes in doet en je hebt 1 zak waar je de oranje bootjes in doet. En je begint je eiland te vullen met 1 van die kleuren, dus bijvoorbeeld nu de groene bootjes. En die ga je hier beginnen bij de zwarte boei. Leg je je tegeltje neer en dan ligt die half op het strand en half op het eiland. En zo ga je met die kleur tegeltjes ga je je eiland vullen. En leg je deze neer op alle plekken waar een boei ligt. Je ziet hier in het water op diverse plekken een boei liggen. Daar leg je dan je eerste deel van je tegeltjes neer. En daarna wordt de zak doorgegeven en krijg je dus de zak met de andere kleur tegeltjes daarin. En dan ga je de rest van het eiland volleggen. Niet aan de hoekpunten, want daar liggen die stenen, maar wel de rest van de eilandjes ga je dan volleggen met de andere tegels. Sommige tegels zijn moeilijker te volbrengen, hebben meer fruit nodig, leveren ook meer punten op dan de andere. En door deze 2 zo te mixen heb je een goede balans op je eiland met de hoeveelheid fruit die je kan leveren aan de boten die daar liggen. Maar je kan natuurlijk altijd voor kiezen om gewoon al die fiches in 1 zakje te doen en het gewoon helemaal random neer te leggen. Tot slot gaan we deze fiches op ons bord leggen. Deze gaan we gebruiken om het fruit op te halen op ons eiland. Van elk type fruitsoort hebben we 1 tegeltje. Die hussel je even en die leg je dan op de vakjes met het bordje erbij. En vervolgens draaien we ze open. En dus heeft waarschijnlijk elke speler nu een ander patroon waarin zijn fruitmanden liggen. En dan zijn we klaar om te gaan beginnen. En je beurt bestaat eigenlijk uit 2 acties. De eerste actie is verplicht, de tweede actie kan je kiezen om te doen. De eerste stapactie is het verplaatsen van 1 van je verzamelaarsfiches. En dat is ook de manier waarop je fruit gaat verzamelen in dit spelletje. Eigenlijk wil je 2 dingen gaan doen in het spel. Je wil deze boten die hier omheen liggen, die wil je gaan voorzien van de juiste fruitsoorten. Want die boten gaan dan weg, waardoor jij meer ruimte op je eiland krijgt. Plus dat dat punten oplevert. En doordat je meer ruimte krijgt, is het ook weer makkelijker om straks ondernemingen te kopen en die weer op het eiland te plaatsen. En ook dat levert je veel punten op. Nou, laten we rustig beginnen. Hier ligt een boot, die is maar 1 punt waard en die wil een banaan en een sinaasappel. En wil ik een banaan krijgen, dan moet ik het mandje met de banaan gaan verschuiven. En voor elk vakje wat ik verschuif, krijg ik 1 banaan. Daarbij mag ik alleen maar in een rechte lijn bewegen. Dus ik zou hem bijvoorbeeld hier naartoe kunnen bewegen. Dan heb ik hem 1 vakje verplaatst en krijg ik 1 banaan.
En we hebben heel veel mooie grote stukken fruit gekregen. En leg je gewoon voor je neer. Er zit ook geen limiet aan het aantal fruitstukken wat je mag hebben. Lekker onbeperkt fruit verzamelen. Dus dat is verplicht. Hier wat verschuiven en daarmee fruit gaan verzamelen. En als tweede optie kan je dat fruit dan gaan uitgeven. Of hier aan een van die schepen of op het ondernemingsbord. Maar ja, met één banaantje komen we nog niet zo ver. Dan is de volgende speler aan de beurt. Nou, uiteindelijk ben ik weer aan de beurt. En dan heb ik dus nog een sinaasappel nodig. Dus dan verschuif ik deze mand. Heb ik hem één stapje verplaatst en krijg ik een sinaasappel. En nu heb ik dus wel de mogelijkheid om deel 2 van je beurt te doen. Het leveren aan een schip. Dit schip levert me 1 punt op. En daarvoor moet ik inleveren een sinaasappel en een banaan. Dus ik leg deze 2 weer terug in de voorraad. Dit schip haal ik weg. En ik mag 1 puntje vooruit op het scorespoor. En dat betekent dus ook, naarmate ik meer fruit ga verzamelen en hier meer van die bootjes wegstuur met hun handel, krijg ik ook meer ruimte. Want als ik nu deze hierheen schuif, krijg ik deze. Maar nu heb ik ineens een ruimte om 3 stapjes te maken met deze limoen. 1, 2, 3. En dus kan ik 3 limoenen verzamelen in 1 beurt. Heb ik nu een tomaat nodig, dan zal ik dus eerst een beurt moeten besteden aan het verschuiven van de banaan. Nou, doen we die 2 stapjes, dan krijg ik 2 bananen. En nu is er plek voor mijn tomaat om te gaan schuiven. Ik mag ook 1 stapje doen. Ik kan ook 2 stapjes doen. Nou ja, waarom zou je niet 2 stapjes doen? Want dan krijg je 2 tomaten. En na het binnenhalen van fruit kan je dus gelijk even kijken. Is er misschien iets wat ik kan leveren? Wat ik weg kan sturen? Bijvoorbeeld dit bootje. 2 bananen en een tomaat. Ik lever dat weer in de voorraad. Dit bootje gaat weg. Levert mij 2 punten op. En ik heb weer extra plek om met mijn mannen te gaan schuiven. En dus fruit op te gaan halen. Maar fruit wat je verzamelt kan je ook inzetten om deze ondernemingen te kopen. De kosten staan links daarvan. En ook deze leg je aan het begin van het spel willekeurig neer. Je speelt met 2 spelers, dan gebruik je 2 van die kolommen. Met 3 spelers gebruik je ook nog 3 kolom. En met 4 spelers leg je het hele bordje vol. En bij 2 spelers staat deze schijf dus op de 7. Bij 3 spelers op de 11. En bij 4 spelers op de 14. Koop je een onderneming, dan moet je betalen wat er links gevraagd wordt aan het loket. Dus een van deze 2 die kost en een banaan en een limoen. Nou, stel dat ik dat heb en dat inlever, dan kan ik een van die 2 pakken. Dan mag ik zelf weten welke van de 2 of 3 of 4 ik pak. Ik pak gewoon deze. Dan krijg ik daar sowieso 1 punt voor. Koop je hierheen krijg je gelijk 2 punten, 3 punten, 4 punten, 5 punten. En je gekochte tegel die komt gelijk op je eiland te liggen. En dit heet een mobiele onderneming. Te herkennen dat hij ook een donkere achtergrond heeft, net als de 5 fruitophaalmandjes die je al had. Alleen dit is een betere versie. Sowieso, zodra je deze neerlegt, dus gekocht hebt, mag je gelijk of een banaan of een sinaasappel pakken in dit geval. Nou, ik kies bijvoorbeeld de banaan. En het is trouwens beter als ik hem hier leg, want dan kan ik er straks gelijk 2 stapjes mee doen. En als het nu mijn volgende beurt is, kan ik er dus ook voor kiezen om deze te gaan verplaatsen. Voor elk stapje dat ik hiermee zet, krijg ik 1 fruit en dan mag ik zelf kiezen welke. En dat mag je ook mixen. Ik kan ook zeggen, ik heb 2 stapjes gedaan, dan krijg ik of 2 bananen of 2 sinaasappels. Maar ik kan ook zeggen, hey, ik neem en een sinaasappel en een banaan. Daarnaast krijg je aan het einde van je beurt, als je deze hebt verplaatst, sowieso nog eentje extra van een van de 2 naar keuze. Dus bijvoorbeeld pak ik nog een sinaasappel. En deze heb je dus in verschillende combinaties. Alleen ligt er nu wel een extra tegeltje op mijn eiland, wat er voor de rest weer voor zorgt dat je dus wat minder ruimte hebt om heen en weer te gaan schuiven. Dus daarom wil je eigenlijk het liefst eerst even een paar van die schepen zien weg te krijgen, zodat je meer ruimte hebt om tegeltjes weer toe te gaan voegen aan je eiland. En dat is ook het leuke puzzeltje van dit spelletje. Hoe ga je om met de ruimte die je hebt en hoe zorg ik ervoor dat ik niet vast kom te zitten met al mijn tegeltjes. Deze variant komt ook met de ijskoboer. Verplaats je de ijskoboer. En het aantal stapjes wat je verplaatst is ook het aantal ijsjes wat je mag maken of een milkshake. Nogmaals, je mag alleen maar in een rechte lijn verplaatsen in 1 beurt. Dus ik mag niet een hoekje om of diagonaal gaan. Maar verplaats ik deze blauwe ijskoekraam 1 stapje, dan mag ik dus kiezen of ik maak een blauw ijsje. Dan moet ik van alle fruitsoorten eentje voor inleveren, maar die is dan wel maar liefst 16 punten waard. En dat ijsje leg je daarna gewoon aan de kant, dus die komt niet hier op te liggen. Deze zit er 3 keer in totaal. En zodra het derde ijsje gemaakt is, dan zie je hier zo'n envelopje staan. Ten teken dat je hier het ondernemersfiche weer eentje omlaag moet gaan schuiven. Dus ook als een van die ijsjes opgaan, gaat het spelletje weer 1 stapje dichter naar het einde toe. Daarnaast kan je ook een milkshake maken als je niet genoeg fruit hebt om het ijsje te maken. 2 dezelfde fruitsoorten inleveren en dan krijg je een milkshake. Alleen die is maar 3 punten waard. En ook dan is de milkshake op. Dan ga je weer 1 stapje naar beneden. En is zo'n ijsje of een milkshake op, dan kan je hem daarna ook niet meer gaan maken. Dan hebben we nog locatiefiches die je kan kopen. Bijvoorbeeld hier op de onderste rij.
Daarvoor moet je 3 sinaasappels en 3 bananen inleveren. Daar krijg je wel 5 punten voor. En dan kan je bijvoorbeeld dit locatiefiche pakken. En opnieuw weer, je pakt een fiche, dus deze gaat eentje omlaag. Deze is 4 punten waard. Die sterretjes kan je voor nu even negeren. En die leg je ergens op je eiland neer. Doet verder helemaal niks meer. Het is puur dat je die 4 punten krijgt. Plus dan de 5 punten van het kopen van de tegel. Maar die leg je dan bijvoorbeeld maar in een hoekje neer, zodat je er verder geen last van hebt. Ook dat is trouwens natuurlijk weer een keuze die je kan maken. Laat je misschien de buitenkanten van je eiland juist vrij, zodat je daar lekkere grote stappen kan gaan maken met je fruitophaalkarretjes. Of denk je juist van nou in die hoeken, daar kom ik niet zoveel. Ik ga al mijn gebouwen daar plaatsen, zodat ik de rest van het eiland vrij heb om heen en weer te gaan bewegen. Dan zie je hiernaast ook nog een paar grotere tegels liggen. Die leveren lekker veel punten op. Bijvoorbeeld 12, 15 en 18 punten. Koop ik bijvoorbeeld dit tegeltje, de krokodillenfarm, is dat 12 punten waard. Maar dan krijg je niet dit kleine tegeltje. Nee, die moet je dan omwisselen voor die grote tegel. Dus in dit geval is dat deze tegel. Ook deze doet weer helemaal niks. Ligt gewoon dood op je eiland. Maar het is wel 12 punten waard. Nou, nu zou het niet kunnen, want ik heb geen plek. Maar heb je eenmaal een paar schepen weggestuurd, dan heb je misschien wel plek en kan je hier dus mooi 12 punten neerleggen. Maar het neemt ook een groot gebied van je eiland in, dus ja, nu heb je weer minder mogelijkheden om heen en weer te gaan schuiven. En tot slot hebben we nog deze tegeltjes en die geven jou extra punten aan het einde van het spel. Bijvoorbeeld 4 punten voor elk van je stranden die helemaal leeg is van bootjes, dus dat je helemaal leeg gemaakt hebt. Of deze geeft je 1 punt voor elke ster die je hebt verzameld op je eiland. Nou, ik heb hier een krokodillenfarm, die is 3 sterren. En dit museum was ook 3 sterren, dus ik heb hier 6 sterren liggen. En dat is dus dan ook alweer 6 punten extra. Maar ook dit neemt dan wel weer een plekje op je eiland in en ligt daar vast. En dat is hoe het basisspel van Juicy Fruit gaat. Je gaat dus met fruit heen en weer schuiven om het te verzamelen. Dat fruit ga je en uitgeven om hier die bootjes van je eiland af te krijgen, zodat je meer ruimte krijgt. Aan de andere kant, die ruimte ga je ook weer opvullen door ondernemingen te kopen, want die gaan je heel veel punten opleveren. En zodra deze dus op 0 zakt, maken we de ronde af. Heeft iedereen evenveel beurten gehad en wie dan de meeste punten heeft, die is de winnaar. De meeste punten heb je gelijk bijgeschreven op het scorespoor. Behalve dan die paar tegeltjes die je nog punten geven aan het einde van het spel, die krijg je er dan nog bij. En wie dan de meeste punten heeft, die is de winnaar. Dan heb ik het net al even gehad over die sapfabriek die je kan toevoegen. En wat mij betreft voeg je die gelijk toe aan het spelletje. Maar je kan er ook voor kiezen om eerst even een basisspelletje te spelen wat we nu gezien hebben. Maar die sapfabriek is een leuke manier om fruit wat je over hebt uit te geven en toch nog wat punten daarmee te kunnen scoren. Speel je met de fruitfabriek, dan heb je dit dus boven het scorespoor erbij. En leg je 2 van je fiches aan de start. En met dit erbij bestaat je beurt dan voortaan uit 3 onderdelen. 1 fruit verzamelen, 2 ondernemingen kopen of die schepen weg laten varen. En stap 3 is nu eventueel nog vooruitgaan op dit spoor. Staan je stenen op elkaar, dan kan je met 1 betaling, mag je ze allebei tegelijkertijd verplaatsen, maar je kan ze ook apart gaan verplaatsen. En de verplaatsingskosten staan genoteerd in de pijlen. Voor 1 willekeurig stuk fruit kan ik er dus voor kiezen om 1 van deze steentjes bijvoorbeeld hierheen te schuiven. Dan landt die op 1 punt en krijg ik dus ook op het scorespoor 1 punt. Lever ik nu nog een stukje fruit in, dan kan ik er bijvoorbeeld voor kiezen om hem hierheen door te sturen. Of ik kan deze alvast sturen, want hier zit ook een grote pijl in het midden dat ik in 1 keer door mag steken naar die kant. Maar ja, dan pak ik onderweg dus geen punt op. Maar het mooiste is natuurlijk om dan deze steen hier langs te laten gaan, want dan bedek ik ook de 2 punten. En dan krijg ik er dus nog eens 2 punten bij. En daarmee blokkeer ik die punten nu ook voor geel, want je mag niet bij elkaar op het vakje staan. Wel bij jezelf, maar niet met een andere kleur. Dus geel zal nu of door gaan steken of wachten tot ik daar weg ben, zodat geel daarop kan komen. En geel gaat dan misschien hier langs onderlangs, levert een fruit in, krijgt 2 punten. Om dit stapje te maken moet geel een banaan inleveren, maar die komt dan hier en dan krijgt hij ook 2 punten. Komen je markers elkaar tegen op dat langwerpige gedeelte, dan moeten ze verplicht op elkaar. Maar daarna kan je ze vanaf hier weer splitsen. Dus je betaalt dan bijvoorbeeld 1 limoen om hem hierheen te sturen, is 2 punten. En je betaalt 1 limoen om hem die kant op te sturen en dat is dan 3 punten. Dus heb je fruit over, kan je dat mooi hier besteden om vooruit te gaan. Mocht het je lukken helemaal op het einde te komen, krijg je en 4 punten. En dan gaat ook weer dat ondernemingsspionnetje eentje omlaag, zodat het spelletje weer wat sneller afloopt. Dan vraag je je misschien ook nog af, wat doen nou die flesjes met fruitsap onder die band? Daar kijk je alleen maar naar als er een speler is die dit ondernemersfiche heeft opgepikt. Dat is de limonadekraan. Aan het einde van het spel krijgt deze speler net zoveel punten als waar zijn fiches staan. Dus stel dat geel dat kraampje heeft. En geel staat hier en hier. Dan krijgt geel dus 4 plus 5 is 9 bonuspunten aan het einde van het spel. Dus die flesjes zijn alleen maar van belang als deze tegel in het spel zit en een speler die ook daadwerkelijk gekocht heeft.
En dat is het hele spelletje, dus eigenlijk heel eenvoudig. Je gaat hier fruit verschuiven om het te verzamelen. En dat fruit geef je vervolgens uit aan de bootjes die op je eiland liggen om plaats te maken. Of je geeft het uit om ondernemingen te kopen die je extra veel punten gaan opleveren. En met die sapfabriek heb je dus nog een leuke optie om iets te doen met fruit wat je op dat moment even niet nodig hebt. Dus wat mij betreft speel je eerste potje gewoon gelijk al met die sapfabriek erbij. En zoals ik al zei, je kan het spelletje ook in je eentje gaan spelen. Heb ik alleen nog niet geprobeerd. Ga ik ongetwijfeld nog wel even doen. En dat is dan misschien leuk voor een van mijn volgende filmpjes. Nogmaals dank aan 999 Games voor het beschikbaar stellen van dit review-exemplaar. Mochten jullie nog vragen hebben over Juicy Fruit, stel die dan gerust in de comments hieronder. Of stuur even een mailtje naar thespellereporter@gmail.com. Mijn naam is David, bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.